Peter, er was een pittige kluif dinsdag. Neem aan dat je de beelden nu terug hebt gekeken. Wat is je gevoel nu na die avond? Slechter dan toen ik op de bank zat. Oh ja? Ja, vond ik eerlijk gezegd wel. Ik heb gewoon niet ons elftal gezien. Wij kunnen beter, ook tegen Juventus. En dat heb ik gewoon niet teruggezien. In balbezit niet. Daar waar we slordig waren en de bal ook weer te snel kwijt waren. En dat is juist onze kracht. Ja, en tegen de bal, bij balverlies, vind ik dat we wat meer met mes tussen de tanden moeten verdedigen en spelen. Dus nee, toen ik hem terugkeek, werd ik daar niet vrolijker van. Waar lag het dan met name aan? Ja, ik hou het gewoon op een slechte dag van ons. En dat mag niet. Nee, dat klopt. Dat mag niet. En ja, maar het is Champions League en daar leef je helemaal naartoe. En dat is precies wat ik ook van tevoren heb gezegd. Hier hebben we hard voor gewerkt, kampioen geworden. Je mag Champions League gaan spelen. Ja, en we speelden gewoon niet goed genoeg. Maar goed, je hebt soms ook van die dagen. We hebben nu in de competitie 5 wedstrijden gespeeld. Daar zat een, in mijn ogen, slechte wedstrijd bij Heracles tussen. Maar ook alweer een goede wedstrijd die we gespeeld hebben. Het is nog niet constant genoeg op dit moment. En ja, daar moeten we natuurlijk wel naartoe. Want anders tegen dit soort tegenstanders ga je die wedstrijden niet winnen. En natuurlijk, moet ook eerlijk zijn, hè? Je speelt wel Juventus uit, wat gewoon geen koekenbakkerselftal is. Dus dat het een sterke tegenstander is en dat die de fouten die je ook in de competitie al gemaakt hebt wel afstraft, ja, dat merken we nu. Dus wij zullen zelf beter moeten worden. Ja, positief van die dag was toen ik die ochtend in Turijn aan het ontbijt zat, ineens het nieuws zag oppoppen. Perisic wordt aan de selectie toegevoegd. Dat zag echt niemand aankomen. Ja, ik wel. Ja, jij wel. Het was voor ons een ik gelukkig wel. Ja, nee, we zijn hier wel even mee bezig. En, het is een jongen die we eigenlijk voor de vleugels halen. Met de kennis van nu dat we eigenlijk met Johan en met Suhaib 2 fitte spelers hebben. Chucky helaas geblesseerd geraakt en Noah op de weg terug. We moeten sowieso een vervanger in de winterstop halen voor Chucky die dan definitief weggaat. En we hadden eigenlijk al vanaf het begin van de transfermarkt ook wel gecommuniceerd hoor. Van komt daar een mogelijkheid om daar een goede speler op de flanken te halen, dan zullen we dat doen. Nou, die kwam dan dus na het sluiten van de window, kwam die mogelijkheid er. En hebben we toegeslagen. Ja, en hij wil echt. Hij wilde ook graag dat het interview eerder was dan de afgesproken tijd, zodat hij dus echt mee kon trainen. Hij is 35. Kan hij jouw intensiteit aan? Hoe komt hij over nu op de training? Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik kijk er enorm naar uit om met hem te gaan samenwerken. En waarom? Omdat het een jongen is die ik nog ken uit Duitsland, uit de Bundesliga. Toen speelden we tegen hem. Hij zat toen bij Bayern München. En ja, daar maakte hij al heel veel indruk. Was hij natuurlijk wel een stuk jonger. Maar wat mij is bijgebleven uit die tijd is de enorme werklust, betrokkenheid en natuurlijk kwaliteit. Anders voetbal je niet bij Bayern München. En juist die winnaarsmentaliteit, dat is iets wat iedere ploeg kan gebruiken. En wat ook onze jonge jongens die nog niet heel veel hebben meegemaakt kunnen gebruiken. En dat klinkt misschien wat stom als je maar 2 trainingen nu met hem achter de rug hebt. Maar toch denk ik dat wel te zien. Dat andere spelers naar hem kijken en zien hoe hij werkt op een training. En hoe hij zijn lichaam verzorgt. Dat is indrukwekkend. En andere jongens, jonge jongens die dat zien, die denken oké, dus dat is de norm in de top. Kan hij zondag meedoen? Dat weet ik nog niet. Moeten we even kijken. Ja. En de status over de andere fitheid van de spelers. Is er nog iemand uitgevallen na die wedstrijd tegen Juventus? Of komt iemand weer dichterbij? Nou, kijk, in zulke wedstrijden krijg je altijd wel wat tikjes. Daar moet je dan eventjes een paar dagen van herstellen. Maar volgens mij niets ernstigs. En de jongens die op de terugweg zijn, ja, die komen natuurlijk steeds verder terug. Ja, Fortuna heeft natuurlijk ook een flinke pot verloren tegen Ajax. Wat verwacht je? Nou, ik verwacht een overwinning van ons. Maar ik wil iedere wedstrijd winnen, dus dat verwacht ik eigenlijk altijd. Hoewel het de laatste 2 seizoenen niet meer gelukt is. Hè. Vorig jaar hebben wij daar gelijk gespeeld en het jaar daarvoor is ook een gelijkspel geweest. Dus uit Fortuna dat het niet makkelijk is, dat weten we natuurlijk allemaal wel. Maar toch vind ik dat wij die wedstrijd moeten winnen.